De formatie die wordt nog lastiger door een nieuwe CDA-resolutie. Nou, de formatie kent al genoeg hobbels, maar er is er weer eentje bijgekomen. Het gaat over een resolutie waar morgen op het CDA-congres over wordt gestemd. En het heeft te maken met de voltooid levenwet, waar D66 graag op inzet. NRC schrijft erover dat het dus lastiger wordt vanwege die resolutie. Daarin zegt het CDA namelijk dat het geen compromissen kan sluiten op dat thema voltooid leven. En dat is natuurlijk het thema wat D66 de komende regeerperiode per se wil behandelen in het parlement. En wat voor D66-leider Kaag genoeg reden was om de ChristenUnie volledig uit te sluiten van een nieuw kabinet. Ja, het CDA noemt die initiatiefwet van D66 onverenigbaar met de grondbeginselen van de partij. En ze roepen de partij dan ook op om onder geen beding mee te werken aan de invoering van die wet. Ook niet als vrije kwestie in de Kamer. Of er überhaupt voldoende steun is voor die voltooid levenwet in de Kamer, dat valt überhaupt nog maar te bezien. Ja, ik ben toch wel benieuwd hoeveel problemen dit dan gaat geven mogelijk voor die formatie. Want dit is voor D66 een heel belangrijk punt. Ja, dat is een belangrijk punt. Ik denk in de samenleving. Kijk, het gaat, die wet zegt dat als je 75 bent of ouder, en ook al ben je niet dodelijk ziek, dan kun je toch zeggen, mijn leven zit erop, en dan mag je een spuitje krijgen zonder. En daar moeten dan ook medici aan meewerken. Dat is voor christelijke mensen is dat eigenlijk onverteerbaar. Want dan ga je als mens over de lengte van je leven beslissen. Dat vinden ze. Dat is toch anders dan euthanasie als je ongeneeslijk ziek bent. En alleen maar ondraaglijk lijden en zo. Dus dit ligt voor christelijke mensen heel moeilijk. Aan de andere kant, kijk, zo'n. Ik denk wel dat die resolutie het morgen gaat halen op dat CDA-congres. Maar het is ook zo, ten principale, in ieder geval bij het CDA, over zaken van leven en dood, moeten Kamerleden eigenlijk volgens hun eigen geweten beslissen. Dus dan ga je ze niet van hoge rand of vanuit een congresresolutie verplichten om er op een bepaalde manier over te denken. En dan zou je dus ook kunnen zeggen dit niet in een regeerakkoord vast te leggen, maar het aan de Kamer over te laten. Ja, dan is het eigenlijk ten principale een vrije kwestie van alle CDA-Kamerleden. Alle 14, moeten we zeggen. Kijk, het is een belangrijk onderwerp. Maar om nou te zeggen dat dit cruciaal is voor de formatie, dat is toch eigenlijk ook wel. Want om hoeveel mensen per jaar in Nederland gaat het? Dat is toch maar een heel klein aantal mensen, hoor. Dat, ja. Althans, die relativering moeten we denk ik wel aanbrengen. Het formatieproces is al moeilijk genoeg. En mogelijk dus nog ietsje lastiger na die resolutie.